Straks om 10:45 de parlementaire rubriek Den Haag Vandaag. Daarin aandacht voor het conflict tussen staatssecretaris Van der Rijden en de specialisten. En de Kamerdebatten over arbeidstijdverkorting. Daarna om 11:00 Studio Sport. Daarin het Hoogoven schaaktoernooi. De zesdaagse in Rotterdam. En Joop Zoetemelk in Parijs. Maar nu eerst het Postbus 51 mededelingen, reclame en het journaal. Gevaarlijke stoffen. Overal werken we ermee. Bijna dagelijks. Maar hoe herken je een gevaarlijke stof? Hoe weet je hoe je ermee moet omgaan? Bent u altijd zeker van uw zaak? Of neemt u onnodig risico's? Meer weten over werken met gevaarlijke stoffen? Haal de folder bij postkantoor of bibliotheek. Zomaar een gemeente in Nederland. Gevormd door mensen met allemaal dezelfde plichten, maar niet allemaal dezelfde democratische rechten. Niet-Nederlanders. Daarom krijgen niet-Nederlanders die minstens 5 jaar in ons land zijn en hier op 4 februari legaal verblijven, nu kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen. Want om samen te wonen, moeten we ook samen stemmen. Meer informatie krijgt u bij uw gemeente.